Caroline van der Plas uit haar ongenoegen over de kritiek die ze ontvangt naar aanleiding van haar deelname aan de eerste aflevering van Chateau-Meiland-Vips. In deze nieuwe show, gepresenteerd door de Meilandjes, worden wekelijks verschillende BN-duo's geïnterviewd. Samen met John de Bever zat Caroline in de schijnwerpers tijdens de veelbesproken première. De kritiek op het programma en Caroline zelf is niet mals. Critici bestempelen de show als inhoudsloos en herhalend. Waarbij Caroline wordt bekritiseerd voor haar deelname aan wat velen als een oppervlakkig programma beschouwen. Mediajournalist Mark Koster neemt zelfs een steek naar haar politieke rol en suggereert dat het kamerwerk nu lijkt te worden overschaduwd door haar soapoptreden bij de Meilandjes. Caroline van der Plas reageert geërgerd op de kritiek en wijst erop dat de meeste reacties positief zijn, maar er zijn enkele opmerkingen waarbij ze denkt: Oh mijn god, weet je wel? Ze benadrukt dat ze ook een privéleven heeft en recht heeft op ademruimte. Wat blijkt uit de sarcastische opmerking over het zetten van koffie en de vraag of ze niet beter bezig kan zijn met het formatieproces? Ze verdedigt haar keuze om deel te nemen aan het programma door te wijzen op het tijdstip van de opnames die plaatsvonden op 7 en 8 januari, terwijl de formatiegesprekken op 9 januari begonnen. Ze benadrukt dat ze hoopt dat ze nog steeds dingen mag doen in haar vrije tijd en nodigt critici uit om haar te vertellen wat ze wel en niet mag doen. Met een snedige afsluiting vertel mij maar even wat ik nog wel mag doen en wat ik niet meer mag doen, dan zal ik openbaar maken wat de meeste mensen in Nederland vinden. Ja, sorry, ik denk echt van: wat is dit, jongens? Alsjeblieft.